We denken dat we weer een hele gevarieerde, leuke quiz aan het voorbereiden zijn. We zijn met een krap bestuur, hè, dus we hebben met de nieuwjaarsbijeenkomst ook een oproep gedaan om versterking van het bestuur te krijgen. Hè, PR, het werven van sponsors. Nou, daar moeten we eigenlijk nu een start mee gaan maken. Als iemand ons wil helpen, heel graag. Zonder sponsors geen quiz. Nou, wie het leuk vindt om ons te ondersteunen, weet dat je van ons alle aandacht krijgt en positieve benadering. 40 teams was het streven. Gaat dat lukken? Nou, dat hopen we natuurlijk wel. We hadden er vorig jaar 24 met 386 deelnemers. Vonden we echt al heel wat voor de eerste keer. Ik heb met de nieuwjaarsbijeenkomst gezegd, we streven naar 30. En we hopen stilletjes op die 40. Dat wel. Wat is het programma precies? Nou, we beginnen altijd met onze instructiemiddag. Dat is de laatste zondag van augustus met de koopzondag. Dan zullen we ergens in het centrum van Dronten weer staan om instructies te geven aan de teams die zich hebben aangemeld. Tot en met die middag kun je natuurlijk inschrijven. Na aan het eind van die middag stopt de inschrijving. Dan weten wij hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten, hoeveel quizboeken we moeten bestellen. Hè. Dus dan gaan we echt werken naar de quizavond op 21 september. Om 6:30 dit jaar hebben we het een half uur vervroegd. Kunnen de boeken worden opgehaald? De locatie houden we nog even geheim, want daar willen we ook iets mee gaan doen. Eind van die avond moeten de boeken en alle opdrachten vervuld ingeleverd worden. Dan blijft het spannend. En dan wordt... Naast ons stort de boel in, maar we gaan gewoon door. Hè? Een zuchtje wind. En dan op 11 oktober, dan hebben wij alle boeken nagekeken. En dan gaan we er een echt feestje van maken dit jaar in de Meerpaal. We hebben er muziek bij, goede afspraken met de Meerpaal gemaakt. Vorig jaar was dat voor ons de eerste keer. En natuurlijk leer je daar weer van. We gaan er dit jaar echt een leuk feestje maken voor 11 september. Oktober. Dus als je meedoet, twee hartstikke leuke avonden. 21 september de quiz en 11 oktober de feestelijke afsluiting.